Suriname heeft gisteren de Remembrance Day van Haiti herdacht. Op deze herdenkingsdag wordt stilgestaan bij de nacht van 22 op 23 augustus 1791, toen in Haiti onder leiding van Toussaint Louverture een bloedige opstand plaatsvond. Dit leidde tot de afschaffing van de transatlantische slavenhandel in 1808. In Suriname wordt deze dag sinds 2001 herdacht door de Haitiaanse gemeenschap en de Federatie voor Afrikaans Renamang. De herdenking vond plaats op het Kwakkoplein aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Renamang, vindt het belangrijk dat Suriname deze dag herdenkt. De opstand in Haiti heeft volgens hem ervoor gezorgd dat ook in de rest van de wereld de slavernij werd afgeschaft. Dat herdenken we hier op een plechtige wijze, waar ook Indianen zo direct zullen optreden. En Indianen waren ook in Haiti. Die zijn, als ik goed vernomen heb van de consul-generaal, die zijn vermoord voordat de Afrikanen daar kwamen. Maar Indianen, inheemse hadden we overal in de wereld, ook bij ons hebben hier. En het is fijn dat ze ook op deze dag bij het groot succes van Haiti, door het verslaan van de Europeanen, dat ze hier zijn en dat ze kleine optreden gaan doen. We gaan andere optredens ook hier hebben. We hebben net gezien Bacachala. De consul-generaal zal het verhaal vanuit zijn hoek vertellen. Hoe het in Haiti gebeurd is. Wij van Suriname, of trouwens alle landen in de Nieuwe Wereld, horen deze dag te herdenken, te vieren. Want het is voor ons bijzonder geweest. Want de afschaffing van de slavenhandel, transatlantische slavenhandel, is een voorloper op de afschaffing van het slavernij. Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Renamang, gisteren tijdens de herdenking van de Remembrance Day van Haiti. Deze dag is door de UNESCO uitgeroepen en wordt internationaal herdacht.